Zeker ogenblik, zeg mij de dijkwachter, burgemeester, nu passeert hier 3 miljoen 300.000 liter water per seconde. En dat, je zag daar een auto voorbij komen, je zag daar een caravan voorbij komen. Dan dreef in het water. Ja, dus water. Je moet weten, op diezelfde dag, een jaar voordien, ging ik te voet in kostuum, wandelde ik de Maas over van Smeermaas naar Borgaar, dat is een gehucht van Maastricht, en toen stond de Maas helemaal droog. En dus we dachten, wat is er aan de hand? En dan kwam plotseling het bericht, het peil in het Albertkanaal is met meer dan een meter gestegen. In het kanaal, daar stijgt het water niet. Maar men kon ook de sluisdeuren niet meer open doen, want men was bang, we krijgen ze dan ook niet meer toe naar die sluisdeuren. En dat water, dat gutste daar overheen. En het had zoiets heel apocalyptisch. En dat was dan zo tegen de nacht. In dat gehucht Herbrig hadden we dan gelukkig de mensen kunnen evacueren. Dat liep dan helemaal onder. Maar dat is ook natuurgebied. Daar zitten exotische paarden en runderen. En die waren aan het schreeuwen. Die zaten in doodsnood. En plotseling werden die stil. En toen zei iemand in mijn gezelschap, ik denk dat ze verdronken zijn. Ja, dat was zo apocalyptisch, dat was niet te bevatten, dat was eigenlijk niet te verhapstukken. En dan uiteindelijk een heel korte nacht, 2 uur. En dan bleek inderdaad toen de dijkwachter, dat zijn van die mensen die kunnen en de Maas lezen, maar ook het weer lezen, die zei, burgemeester, we gaan het redden.